Hey allemaal, ik neem je even mee in een update wat betreft de reis naar Spanje. Ik heb de katten gefilmd, dus die ga ik even hier aanplakken. Een kort filmpje over hoe het gaat met de katten, wat ze aan hebben en hoe ze straks meegaan in de auto. Daarin laat ik je ook zien hoe ik een beetje wat mijn buiten is hier in de beeld in Nederland. Ik ben aan het pakken. Ik had gisteren even een off day. Ik had een beetje de griep in mijn rug. Dus ik heb gisteren even een rustdag gepakt. Vandaag ook. Ik doe rustig aan en ik heb de hele week om in te pakken. Want ik ga vrijdag de 18e weg met mijn auto en de katten. Ik was aan het wachten op mijn verhuisman, maar die komt uiteindelijk pas 28 maart. Dus ik heb besloten om daar niet op te wachten, klein te pakken en te gaan. Dus ik ga even mee op de hoogte houden in de ontwikkelingen die er zijn. En ik neem je even mee met alle katten. En van de week zal ik zal mijn reis met je delen. In zover dat gaat. Want er zit echt een heel klein autootje, een Toyota Yaris, op elkaar. Maar ik zal je op de hoogte houden. Zodat je een beetje met me mee kan leven in alles wat er gebeurt. Ik zal ook even een filmpje maken over mijn nieuwe huis. Kan je dat ook meteen even zien. En zodra ik een beetje tijd, ruimte en geland ben, dan zal ik met je de mooie retreats gaan delen. Want je weet dat dat een mooie plek is waar je welkom bent, waarin ik met je de diepte in wil gaan. Dus gauw meer. Hola, soy Manisha. En goeiemorgen. Ik neem je even mee in mijn reis naar Spanje met mijn katten. Ik ga op reis met 5 katten. En het is een feest. Ik zal je even laten zien hoe ik normaal woon. En dan ga ik je straks laten zien hoe ik daar ga wonen. Dus het is wel leuk om een beetje progressie te zien met dit huis en het volgende huis. Al mijn katten, ik heb ze even tuigjes omgedaan. Dus ik laat je even zien hoe het is dat ze tuigjes om hebben. Het kan zijn dat mijn geluid wat wegvalt omdat mijn camera gericht is op de voorkant. Maar ik neem je eventjes mee. Ik draai eventjes mijn beeld. Ik laat je even zien. Wat hebben we hier? Mimi, jij hebt een heel mooi roze tuigje aan. Een maatje S. Het zijn tuigjes van Rabbit Go. Oh, XS. Ik moet het goed zeggen. Dit is een maatje XS van Rabbit Go. En mijn grote jongen, Bo, die heeft een van een kittenmaatje. Dus dan zie je hier, deze is voor kittens. En hij heeft een mooie gele. En nou, ze zijn een beetje aan het wennen ermee, alsof ze weinig kunnen. Dat is een raar iets, hè. Rishi heeft een mooie rode. Laat je het zien aan mij. Rishi heeft een mooie rode. Jai en Jaira hier. De mannen hebben een maatje, dat is het merk Rabbit Goo. De mannen hebben een maatje S en de meiden hebben een maatje XS. Oeh, lig je er lekker bij. Jaira, hoe vind je? Ben je al een beetje gewend? Jaira vindt het helemaal niks. Jaira is een beetje, hè? Een beetje chagrijnig hierdoor. Maar Jaira die begint een beetje te wennen, zie ik. Ja, je begint een beetje te wennen, Jaira, dat je hem om hebt. Wat goed voor jou. Nou, wij wonen hier dus. Ik heb de stoelen al weggehaald. Wij wonen hier dus. Oh, dat gaat helemaal schoon. Met een heel hek om ons heen. Dus de katten kunnen nergens heen. We kunnen altijd op het balkon. Het is super mooi weer. Daar zie je de winkelstraat. Ik woon dus heel mooi, driehoog. Altijd het licht, de zon, de wolken. En aan die kant is het bos daarachter. Dus ik woon hier heel fijn. En ze mogen dus altijd hier buiten. Dus we gaan zo meteen helemaal naar buiten in Spanje. We mogen straks helemaal naar buiten in Spanje. Oeh, wat zit je breed. En nou, je ziet dus hier het merk. Rabbit Goo, kan je het zien. Een mooi maatje voor een kitten. Hij is bijna 5 maanden nu. Dus hij kan dat goed hebben. Dit is dan een XS'je voor Mimi. Mimi heeft wat in haar oogje, zie je uitslag. Ja, maar hij zit perfect in Mimi. Hij zit als ik hem mooi. Dus we zijn aan het oefenen. Hij mag vandaag een uurtje om. Maar jullie doen het dus super goed. Dus deze twee zijn al een beetje aan het wennen buiten. En straks kunnen ze dus aan het tuigje buiten. Nou ja, ik heb dus dit uitzicht. Dit is dus mijn buiten vanuit het huis in het beeld. Hier, ik ga nog even kijken waar Rishi is. Rishi, waar ben jij? Schatjes, Rishi. Waar ben je dan?
Hallo lieverd, even jou nog laten zien. Mooie kleuren heb ik voor ze uitgekozen. Oh, daar zijn de broertjes, Chai en Rishi. Heb je zin om te eten, schat? Je hebt zin om te eten. Je hebt zin om te eten, lieverd. Nou, dit zijn mijn Oosterse korthaarkatten. Een chocolate spotted. Dit is een chocolate spotted tabby kat. Hij is een chocolate kat. Dit zijn mijn twee broertjes. Die hebben mijn chocolate kat. Ik ben mijn chocolate cat. Mimi is mijn foreign white. Waar is Mimi? Mimi is mijn foreign white meisje met blauwe ogen. Je kan het een Siamese noemen, maar het is ook een Oosterse kort haar. Deze jongen is een Oosterse kort haar blauw. Maar ik vind jou ook een beetje tikt grijs. Want deze mooie meid is een silver tikt tabby. En deze, haar papa en de vader, opa van Bodhi zijn familie. Maar zij heeft mooie streepjes. Dus ze is nog een beetje wit. Maar zij is zilver tikt. En deze jongen is blauw tikt. Kijk, ze allemaal een beetje zagrijnig zijn. Maar ze doen het goed. Je doet het goed, hè, schat. Je doet het heel goed. Bij deze, de katten.